minister, goeiedag. Als voorzitter van de regeringscluster van de vakbonden heeft u een gesprek gehad. Kunt u ons wat meer daarover vertellen? Ja, dus dit is het derde gesprek in zeg maar 2 weken tijd dat we hebben gehad met RAVAXUR, de veiligheidsbonden, de onderwijsbonden. Om te praten over de situatie in het land. Maar ook om te praten over wat voor acties de regering zou kunnen ondernemen om ondersteuning te verlenen. Wij begrijpen de problemen die de Surinamers hebben in het algemeen, maar zeker ambtenaren en aan ambtenaren gelijkgestelden en gepensioneerden. Dus in de afgelopen 3 weken hebben we verschillende voorstellen op tafel gelegd en van hun kant ook op tafel gekomen. We hebben dat serieus besproken en vandaag zijn we tot overeenstemming gekomen over het voorstel dat eigenlijk van hun afkomstig is. Wat gaat inhouden dat alle ambtenaren, ongeacht hoeveel ze verdienen, een maandelijkse tegemoetkoming, we noemen het koopkrachtondersteuning, zullen krijgen van 2.500 SRD. Dat geldt voor alle ambtenaren en aan ambtenaren gelijkgestelden. Hetzelfde gaat gelden voor gepensioneerden, maar zij krijgen iets wat minder, 70% van datgene wat de ambtenaren in actieve dienst krijgen. Dus dat wordt een bedrag van 1800. En dat gaat voor 6 maanden gelden, alvast. Dus dat is 1 overeenstemming. We hopen dat men hiermee een beetje ademruimte krijgt voor wat betreft de koopkracht. We hopen uiteraard dat ze dat nuttig besteden, goed besteden. We hebben daarop ook een beroep gedaan. We hopen ook dat ze dat besteden aan het Surinaamse product dat hier wordt geproduceerd, zodat we de lokale industrie ook ondersteunen. En dat het op zodanige manier wordt gebruikt dat er een stukje verlichting ontstaat in huishoudens. Het is een behoorlijk bedrag maandelijks dat extra komt op onze begroting. 200 miljoen per maand. In totaal gaat het om 1,2 miljard. Dus de minister van Financiën heeft echt moeten kijken van waar hij dat geld vandaan moet halen. We hadden al een vrij sluitende begroting. Maar wij begrepen, de regering begrijpt, dat we iets moeten doen. Dus dat is afgesproken. Daarnaast is afgesproken dat we periodiek overleg gaan hebben. Elke 2 weken op het ministerie van Buitenlandse Zaken zal clusterministers met de vakministers gesprekken voeren met de vakbeweging. Ik moet ook zeggen dat de vakbeweging dat niet aanwezig is, C47 en COL en misschien ook andere bonden, die zijn ook uitgenodigd. Men verkiest ervoor om op staking in staking te gaan, maar hier blijkt duidelijk, wanneer we praten met elkaar, goed overleg hebben, al duurt het een beetje langer, we komen tot een uitkomst dat goed is voor een ieder. Dus ik roep die vakbonden op om eigenlijk mee te werken aan een stukje stabiliteit, rust in die samenleving. We hebben ook afgesproken dat het tripartiet overleg, dat is samen met het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid, zo gauw mogelijk binnen 2 weken start. En daar zullen een aantal structurele zaken worden besproken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de eerste plaats, maar ook met betrekking tot de economie. Er is vandaag afgesproken dat gezamenlijk zij zullen werken naar een productieverhoging en een productiviteitsverhogingsplan voor het land. Wij stellen dat zeer op prijs, omdat we, zoals we altijd gezegd hebben, de ontwikkeling van het land is verantwoordelijkheid van een ieder. Ik heb het vanmorgen gezegd, het blijft gelden voor een ieder, de vakbeweging en het bedrijfsleven zijn integraal onderdeel van. En, dus we zijn op een goed traject bezig. Wij zijn zeer tevreden. De president zal zo meteen dit ook verder aan het parlement mededelen.